Het Popta-slot, of eigenlijk Heringa-staten, is een uniek landgoed dat omstreeks 1500 werd gesticht door de adellijke familie van Heringa. De nazaten van de aangetrouwde familie van IJsinga verkochten in 1687 de staten met boerderij, poortgebouw, grachten, tuinen en singels aan de ongehuwde vermogende advocaat Dr. Hendrikus Popta uit Leeuwarden. Het nabijgelegen Popta Gasthuis, een hofje aan de Hegedijk, is gesticht in 1711 en was bestemd voor weduwe of bejaarde dochters. Nog steeds wonen hier alleen dames. Later is het gasthuis uitgebreid met woningen langs de Boarren. Het grafmonument en de herenbank van Hendrikus Popta zijn te vinden in de Pontianuskerk. De kerk heeft een bijzonder gaaf 17e eeuws interieur.